Hoi allemaal en leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. In deze nieuwe video ben ik in Ameland. Ik ben gisteren aangekomen. Het is nu 10 augustus, wat betekent dat ik 9 augustus ben aangekomen. Hoogstwaarschijnlijk, ik weet niet of ik... Ik denk dat ik al dan weer thuis ben, zodra je deze video ziet. Omdat ik hem dan waarschijnlijk thuis ga uploaden. Ik ben dus nu in Ameland. En dat is eigenlijk het hele verhaal. Ik ben in Ameland. Ik ben in een roompotcamping. Hoe heet het? Boomhiemke. Is dat een plek? Is dat een... Heet de camping Boomhiemke? Volgens mij heeft de camping heet Boomhiemke. En dus we zijn in Hollum. Je hebt Hollum, Ballum en Nes. En wij zijn in Hollum. En dit is dag 2 dat we er zijn. We hebben een aantal spelletjes gespeeld. We hebben nog niet heel veel bijzonders gedaan. We hebben nog niet gezwommen. We hebben eigenlijk nog bijna niks gedaan. We zijn nog wel heel eventjes bij Hollum en Ballum echt in geweest. Daar heb ik een scrunchie gekocht. En ik heb snoep gekocht. Verder heb ik nog niet zoveel bijzonders gedaan. En we gaan zo meteen even uit eten. Op een plek waar ze heel veel bier hebben. Dat is het enige wat ik over die plek weet. Dus ik ga jullie gewoon een beetje meenemen in Ameland. En wat ik vandaag en morgen en misschien zelfs overmorgen ga doen. Veel kijkplezier. En trouwens, deze video, ik heb trouwens een aantal weken geleden heb ik een video geüpload met heel slecht geluid. Dus ik dacht, hoe ga ik dat oplossen? Ik heb geen professionele microfoon, dus ik besloot gewoon een nep Apple microfoon oordop dingetje te gebruiken. Zodat jullie in ieder geval goed geluid hebben. En dan kan ik ook dit doen. Maar dat zal ik niet veel in deze video doen. Veel kijkplezier. Room tour. Wat eigenlijk ziet is mijn bed. Nou, ja. Dan dit bed waar ik eigenlijk gewoon een beetje de kleding op gooi. Ja. Mm-hmm. Dan heb je de laders. Die van mijn Apple Watch. Die van mijn telefoon. En die van mijn laptop. En die van mijn iPad. Dan zie je mijn boek. Schuld van Simone van der Vlucht. Dankjewel Megan voor het aanraden van het boek. Heel bedankt. Af jou. Dan zie je mijn oorbelletjes en een raar spelletje. Ik heb letterlijk... Ik noem letterlijk alles op. Dit slaat helemaal nergens op. Oh, ik zie dit. Supermooie schilderij. Jee. Voordat ik het eten ga, ga ik me wel even klaarmaken. Dus ik ga even eens mijn gezicht wassen. En dan ga ik mijn make-up eventjes een beetje opnieuw doen. Ik heb niet zoveel make-up op. Ik heb alleen een beetje blush en een beetje op mijn lippen. En een heel klein beetje op mijn ogen. Dus dat valt wel mee. En gezicht is gewassen. Make-up is gedaan. Ik heb alleen babylips op mijn lippen. En babylips als blush gebruikt. Dus we gaan pas over 20 minuten weg. Dus ik heb geen idee wat ik nu nog ga doen. Het is trouwens 1 kilometer hier vandaan. Het is super winderig. Dus we moeten fietsen. En dat is echt verschrikkelijk in deze wind. Maar we staan dan letterlijk bijna stil als we de wind tegen hebben. Ik wens me alvast succes. En dan zie ik jullie straks zo zodra ik weer iets ga doen. Hallo. Ik heb dat kibbeling gegeten. En maar... Zonder appelmoes. Met mayo. Dat is van de kindermenu. Dat is zo lekker. Ik heb een snoepjesketting. Nu gaan we weer naar huis. Er was hier een ober in die rok. Mijn moeder. Mijn moeder vond dat hij heel raar rook. En wil je nog wat zeggen, mama? Iets als de oma rook raar.
Oh ja. Nu ga ik kaarten in een vies elastiekje doen. Doei! Goedemiddag inmiddels allemaal. Het is 11:15 en ik zit nog steeds in mijn pyjama. Ik ga nu uitzien vogelen hoe deze douche werkt, want ik wil even gaan douchen. Mijn ouders zijn nu het eiland over aan het fietsen. Dat is het enige wat ik eigenlijk, wat er tot nu toe is gebeurd en wat er gaat gebeuren. Ik ga waarschijnlijk vandaag zwemmen. Dus waarom ik nu al ga douchen, geen idee. Heb ik gewoon zin in. En dat is het eigenlijk wel. Tot straks, tot zo. Hoi, het is nu, even kijken. Het is nu 8:45 in de avond. Dus het is al best wel donker. Vandaar dat ik even een zaklamp, dingetje, aan heb gezet. Vandaar, ik heb spelletjes gespeeld. Ik heb 30 Seconds en Mensen Ergie niet gespeeld. Ik heb gebold. Ik ben super slecht in bowlen. Dus dat is perfect. Morgen ga ik... Oh ja, dit is super gaaf. We gaan morgen zo'n soort van scooter dingetje huren. En we gaan morgenavond zwemmen. Want dat hebben we nog niet gedaan. Dat is echt een ramp. En oh ja, ik heb op Instagram gevraagd om vragen voor een Q&A. Ik heb er al redelijk wat... Normaal als ik op mijn Instagram... Oké, dit is even een verhaal. Normaal als ik op mijn Instagram verhaal zet... Stel vragen. En daarbij skip niet. Iedereen skipt. Ik krijg 3 vragen. En dat 3 van dezelfde persoon. Meestal van Megan. Heel erg bedankt, Megan. En dan... zet ik erbij voor mijn YouTube-kanaal. En dan krijg ik er nogal wat binnen. Dat is echt verschrikkelijk. Ik heb er alweer echt... Hoeveel zijn het er? 7 van Megan gekregen. Dus ik ga zo meteen heel veel... ik ga nog heel veel wachten. En dan wacht ik even tot er meer vragen binnenkomen. En dan ga ik een mini Q&A doen in deze vlog. Dus... Hi, hallo en welkom bij mijn Q&A. Gezellig dit. Pak bakkie popcorn. Als je dat al had, neem er dan wat cola bij. Dat vind ik wel leuk. Ik ga nu vragen beantwoorden die jullie mij via Instagram hebben gestuurd. Als ik na deze Q&A nog meer vragen binnenkrijg, dan ga ik die uiteraard ook nog beantwoorden. Maar nu gaan we even samen zitten, relaxen en wat vragen beantwoorden. Vraag 1. Ik kan je YouTube-kanaal niet vinden. Haha. Dankjewel, sterrenbrongers. Dit is mijn YouTube-kanaal. Ik stuur wel een DM. Nu komt de spam van Megan. Megan, _ Zwamborn. Volg er even. Zeg me, beste vriendin. Next cosplay. Geen idee. Echt geen idee. Zal helemaal niks zijn. Bespreek ik nog wel met je. Ik heb serieus geen idee. Ga je naar de Dutch Winter Comic Con? Geen idee. Geen idee. Ik heb het er nogal met je over. Over met je. Met je over. Over. Oven. Kip. Wat is je lievelingseten? Pizza! Die vraag is niet zo moeilijk. Wie zijn je besties? Je hoeft mij niet te noemen. Megan _ Swamborn. Ja. Favoriet YouTuber. Ook niet zo'n hele moeilijke vraag. Jassie Vlogs. Als ik serieus ben, denk ik toch echt wel Shane Dawson. Denk ik. Toch wel echt, denk ik. Lievelingsdier. Konijn. Want ik heb er zelf één. En ik mis hem, want ik ben op vakantie en ik mis hem. Mis je boefje. Ga je een nieuwe vlog maken? R3NSI3. Rens. Wat doe ik nu? Wat heb ik gezegd? Ik ga een Q&A doen in mijn vlog. Hou wel van je hoor. Mis je. Ja hoor. Vind ik wel leuk. Vind ik leuk. Dankjewel. Jellis. Ik kan je achternaam niet uitspreken. Dit is je achternaam. Konachi? Is dat het? Ik heb letterlijk... Wat is het? 2 of 3 jaar. Megan, ga mij niet bellen. Ik ben een vlog aan het opnemen. Ik heb 2 of 3... Ik word gewoon weer gebeld. Ik word agressief. Ik heb letterlijk 3 jaar bij je, of 2 jaar bij je in de klas gezeten. En dan kan je achternaam niet uitspreken. Maar de vraag is, wat wil je later worden? Nou, voor de mensen die me echt kenden. Ik ben echt een theaterkind. Ik zit wel de hele tijd helemaal half in het frame. Ik ben echt een theaterkind. Dus ik wil heel graag actrice worden. Dus ja. Ro.me0546x vraagt,
hoe gaat het met je met een hartje? Ik zeg, nou, dat vind ik heel aardig voor jou dat je het even vraagt. Het gaat heel goed met mij, want ik ben op vakantie en dat vind ik echt... geweldig. Ik hou van vakantie. Ik hou van vlogs maken. Daarom maak ik er echt zo verschrikkelijk veel. Sarcasme. Volgende vraag. Hoe vind je de vakantie van Mar.ni? Voor de mensen die het niet weten, dat is mijn moeder. En ik heb haar niet gedwongen om een vraag te sturen. Ik vind de vakantie tot nu toe... geweldig. Ik vind het superleuk dat jij er bij bent. Mar.ni. Ik heb super veel zin in het scooterrijden. Sorry dat ik zo elke keer zo dicht bij de microfoon zit. Maak ik jou oncomfortabel. Eerst maar. Dank jullie wel, mensen die deze vragen hebben ingestuurd. Ik ben super blij met jullie. Als er nog meer vragen worden ingestuurd, alvast bedankt. Ik voel me heel erg gewaardeerd. Nu ga ik even bellen met Megan, want dat wil ze. Doei en tot de volgende keer. Het is net naar de Q&A. Ik heb het net geëdit en ik heb een vraag binnengekregen. Yay! De vraag is gesteld door Mees en de Instanaam is -mees.074. Ik weet niet waar die 074 voor staat, maar ik vind het een leuke naam. De vraag is, welke iced coffee is het beste? En het antwoord op die vraag is elke koffie. Niet alleen iced coffee. Denk niet alleen iced coffee. Ja, niet alleen iced coffee. Ik de elke koffie. Elke koffie, alles. IJskoffie is wel wat praktischer. Want bij normale koffie is het eerst te heet. En dan heb je 15 seconden van goede temperatuur. En dan is het te koud. Ik denk dat niemand meer vragen gaat stellen. Dus dit was de Q&A. Ik voel me nog steeds heel gewaardeerd. Dank jullie wel voor deze vragen. Goedemorgen allemaal, daar ben ik weer. Op dit moment is het... 3:30. We hebben de scooter. Mijn vader heeft hem net opgehaald. We zijn van plan om 11:00 te vertrekken. En dan gewoon het hele eiland over te gaan. Want ik kan 50 kilometer en voor één dag kost die €40. En ik heb net een foto ontvangen dat we hem hebben. Dus ik ga zo even ontbijten en dan ga ik me gewoon klaarmaken en dan gaan we gewoon weg. Ik ga waarschijnlijk wel een aantal dingen ervan filmen. Dus veel kijkplezier. Oké, dus het is nu 9:50. En ben jij klaar voor? Nee. Oké, dus dit is de scooter. Het heet een e-chopper. Dit is de scooter. Super gaaf. En ik ga samen met mijn vader. Mijn moeder blijft in het huisje. En we zijn waarschijnlijk de hele dag weg. En dan na het eten ga ik ook nog zwemmen. Want we hebben nog niet gezwommen. En dat is nog steeds een ramp. Dus eigenlijk, ja, ik ga zo meteen op een scooter wegrijden. We zijn dus aangekomen in Buren en hier is dus ook het strand. En hier zit een soort van, ja, restaurant bij het strand en die heet het Strandhuis. En ik herken dit, want ik ben hier ook met mijn klas op kamp geweest. En dat was precies op deze plek. Dus ik herken alles hier. Ik ben zo erg. Hé, papa? Hé? Nou... dus voor zover zijn we hoe lang onderweg geweest? Half uurtje onderweg geweest. En hierna gaan we door naar het Oerd. En dat is een natuurgebied. En daar ga ik ook wat filmen. We zijn aangekomen in het Oerd. En het ziet er echt super mooi uit. Dat was mijn vader. Het ziet er echt... Ik vind gewoon Ameland heeft gewoon zulke mooie natuur. Kijk, dan zie je de zee gewoon al. Dat is gewoon echt super gaaf. Echt heel mooi. En ik ga jullie gewoon denk ik een beetje de mooiste plekjes in het Oerd laten zien. En misschien ga ik nog even langs bij het standbeeld van Rix. Want er is een legende. En Rix is dan de heks van het Oerd. En daar zijn we dus nu.
Maar ik weet niet precies waar het is natuurlijk. Oh, kijk. Wanneer ik een natuurvlogger word. Na het oord zijn we naar het standbeeld van Rix geweest en daar heb ik natuurlijk een foto gemaakt om aan jullie te laten zien. Hoi, ik kom net terug van de vuurtoren en ik heb weer een vraag binnengekregen voor de Q&A. De vraag is, New Yorker of de Primark? En deze vraag is gesteld door Jonne.Bokkerink. Dus volg haar even, ze heeft best wel leuke foto's en video's op haar verhaal en zo. En antwoord op is... Eigenlijk is die vraag niet zo moeilijk. Ik denk toch echt wel de Primark. Ik heb dit ook van de Primark. Ik heb dit van de Primark. Ik heb de sokjes van de Primark. Ik heb alles hier van de Primark. Dus ik hou heel van de Primark. Want ze hebben best wel goedkope dingen. Het duurste wat je daar ongeveer kan krijgen is €30. En dat is dan voor een heel jumpsuit. Dus ik denk dat het... Ja. Ja. Primark. Haatsen jullie hem al? Of gewoon van wel? Genoeg ASMR voor vandaag. Hoor allemaal, het is al 2 dagen later en het is nu... 11:50. Ik ben net naar een braderie geweest. Daar heb ik deze broek gekocht. Hij is nog niet helemaal zoals je zijn moet, want zeg maar... Het is toch best wel... Zeg maar, breed om mijn taille heen. Zoiets. In ieder geval, we gaan zo meteen met de bus. Gelukkig niet met de fiets. Gaan we naar Nest fietsen. En daar gaan we een robbentocht doen. En dan gaan we zeg maar zeehondjes kijken voor 2,5 uur geloof ik. En dan gaan we nog eventjes voor een half uurtje op het wat. Een beetje lopen en een beetje handstanden maken en weet ik veel wat doen. Dus dat staat voor vandaag op de planning. En verder gaan we nog even shoppen in Nes. En we gaan waarschijnlijk naar een arcade waar ik al ben geweest. Alleen nog niks heb gedaan. Dus ja, dat staat voor vandaag op de planning. Ik heb gisteren, want ik zei dat het 2 dagen later was. Want ik heb gisteren alleen gezwommen. Voor de rest hebben we niet echt iets heel erg bijzonders gedaan. Oh ja, hier komt een hele leuke... Storytime. Als ik het goed heb, ging ik eergisteren ging zwemmen. En tijdens het zwemmen zag mijn moeder dat ik zo'n oorbelletje, zo'n driehoekje, die net nieuw is, die ik op Ameland heb gekocht, die echt zilver is, die zat niet meer in mijn oor. Dus ik zat van... Dus ik begon met zoeken, alleen ik had geen duikbril. Dus dat is eigenlijk... Een soort van onmogelijk. Dus toen had ik er geen zin meer in. Ik begon te janken. En toen ben ik naar het huis gegaan. Hier dus. En toen ben ik gewoon het laatste half uurtje ben ik nog teruggegaan naar het zwembad. Het laatste half uurtje dat open was. En toen heb ik gevraagd of ik zo'n zwembril mocht lenen. En dat mocht. En toen heb ik gewoon eentje gepakt. En ben ik ermee weggerend. En dus ook wel weer teruggegeven aan het eind. Maar en toen... En toen ging ik zoeken en ik denk dat ik binnen 2 minuten had ik hem al gevonden. Dus heb ik hem al gevonden. En toen gisterochtend zag ik het achterkantje van het oorbelletje naast mij in mijn bed liggen. Wat betekent dat toen ik ermee ging zwemmen, ik geen achterkantje bij mijn oorbel had. En ik vond, hij lag hier in mijn bed. Maar ik ben heel blij dat ik hem weer terug heb. Dus nu heb ik ook een ander... 2 andere achterkantjes. Want anders... dan valt het gewoon weer uit. Dan vallen ze gewoon weer uit. Storytime! In ieder geval, ik ga me nu klaarmaken. En dan gaan we naar de robbentocht. Oeh. Thank you.
Als ik het correct heb, gingen we 2 dagen daarna... alweer naar huis. En omdat ik zo professioneel ben, heb ik die 2 dagen niet gefilmd. Die dag daarna, ik heb geen idee wat ik toen heb gedaan. En die dag daarna ging ik dus waarschijnlijk weg. En daar heb ik een foto gemaakt, of een aantal foto's. En dat is eigenlijk het enige wat ik jullie nog echt te laten zien heb. Ik heb geen idee hoe deze video al 20 minuten duurt. Dat is voor mij ook een vraag. Maar aangezien deze video al 20 minuten is, ga ik jullie alleen nog maar een aantal foto's laten zien. Een aantal foto's, misschien nog een van de robbentocht. En een foto met Fristy. En een selfie op de terugweg. En een foto van een vuurtoren. En dat is het eigenlijk nog wat ik jullie heb te laten zien. Dus tot bij de outro. Ik mis Ameland heel erg. Ik ben nog maar een weekje thuis. En ik mis Ameland echt heel erg. Het was echt super gezellig. We hebben super leuke dingen gedaan. En het is ook heel moeilijk voor mij om te beseffen dat ik deze vlog ooit ben begonnen. Maar dat het nu alweer eindigt. En het is ook heel moeilijk voor mij om te beseffen dat het een dag verwijderd is van de laatste dag van de zomervakantie. Hoeveel ik ook weer niet zin heb in school, zoveel heb ik wel echt genoten van Ameland. Die zin klopte volgens mij totaal niet, maar dat maakt me niet uit. Ik heb echt genoten van Ameland. Ik mis het heel erg. Ik hoop dat ik snel weer naar Ameland ga. Ik ben nu al een beetje aan het denken naar een volgende video, want ik wil mijn video's tegenwoordig iets korter houden en wat meer gaan plaatsen. Dat heb ik een van de vorige keren ook gezegd, maar het is ook niet gelukt. In ieder geval, ik wil deze vlog hierbij afsluiten. In ieder geval, ik hoop heel erg dat je van deze vakantievlog hebt genoten. En ben jij ook op vakantie geweest? Of waar ben je op vakantie geweest? En vond je het leuk? Laat het even achter in de comments. Dat vind ik altijd heel leuk om te lezen. In ieder geval, dat was de video. Ik ben weer thuis. Ik heb genoten. Hopelijk jullie ook. Ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Doe vast een blauw duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal. En dan komt alles weer goed. Doei. Peace.